Toen ik ging voetballen waren er geen meisjesteams. Je speelde gewoon mee in een jongensteam. Er werd altijd gek gekeken als ze een meisje zagen. Trainers en coaches wisten niet altijd wat ze ermee aan moesten. Soms vonden ouders het moeilijk dat je in plaats van hun zoontje in het veld stond. Ik moest altijd beter mijn best doen, beter presteren en harder werken. Doordat ik bij de jongens speelde, werd ik technischer, sneller en beter. Ik moest me bewijzen. Wat beloond werd toen ik overging naar ADO Den Haag. Toen naar Ajax. En uiteindelijk ook in Oranje. Dat was een droom. Hoeveel stappen heb ik niet op de toekomst gezet? In de kleedkamer gezeten, mijn eigen plek. Heel veel gelachen met de meiden en ook gehuild. Prachtige wedstrijden gespeeld. Hoe vaak ben ik niet hier het veld op gelopen? Ik heb het inmiddels achter me gelaten. Ik ben met mijn eigen dingen bezig. Maar mijn hart ligt nog steeds bij het voetbal. Vrouwen.